Banken zijn er om onze economie te laten groeien. In de vorm van leningen aan ondernemers en bedrijven. Tenminste, dat denken we met z'n allen. Maar het is niet wat banken tegenwoordig grotendeels doen, zegt econoom Dirk Bezemer. Hij doet onderzoek naar het ontstaan van de economische crisis en de rol daarbij van de financiële sector. Wat er misgegaan is, en dat is de laatste 30 jaar ongeveer, is dat banken te veel geld zijn gaan uitlenen voor doelen die uiteindelijk niet ten goede komen aan economische groei. En dan gaat het vooral om investeringen, leningen aan vastgoed en financiële sectoren. Dus als banken bijvoorbeeld heel veel hypotheken gaan verkopen en dat ook pushen met marketing en alles, daar zijn banken heel goed in, dan is dat goed voor de bank, op de korte termijn tenminste, maar dat is niet per se goed voor de economie. En uiteindelijk loopt een economie daardoor vast. Achteraf moet je zeggen, dat is niet in het belang van de ultieme klant, bedrijven en huishoudens. Op Cyprus is een financiële crisis ternauwernood afgewend. Hier, aan de Amsterdamse Zuidas, staan de kolossale hoofdkantoren van onze banken nog overeind. Maar wel met heel veel hulp. Het kostte de overheid en daarmee de belastingbetaler miljarden. Onlangs nog werd SNS Reaal gered voor bijna 4 miljard euro. Ons monetaire systeem is verre van stabiel. Hoe lang gaat dat nog goed? De bankensector is 2 keer zo hard gegroeid als de economie gegroeid is sinds 1990. Dus in 20 jaar heeft zich echt een revolutie voltrokken en een hele slechte. We moeten terug naar een niveau wat haalbaarder is. Want 2 keer zo'n grote bankensector betekent 2 keer zoveel schuld die uiteindelijk op huishoudens en bedrijven drukt. Daar moeten we vanaf. Mensen op Cyprus hebben zeker reden om zich zorgen te maken. Dichter bij huis, wij hebben ook reden om ons zorgen te maken. De euro wankelt af en toe. Tot nu toe is hij nog niet gevallen. Maar als de euro zou vallen, in die zin dat we in een nieuwe monetaire unie komen van noordelijke landen, dan gaat de waarde van geld plotseling veranderen. En dat is heel schadelijk voor een economie. Ons financiële systeem is een piramidespel geworden waar maar weinig spelers nog vertrouwen in hebben. Hoe zorgen we ervoor dat banken weer gaan functioneren als de motor van onze economie? Dirk Bezemer pleit voor een veel strengere regulering van banken. Verandering doet pijn. Van banken zelf mag je dus eigenlijk ook bijna niet verwachten dat ze juist die dingen die ze het meeste winst gaven in het verleden, dat ze die zouden gaan afbouwen. Van politici zou je dat wel mogen verwachten. Als dat in het belang van de economie is, zou je verwachten dat zij actief reguleren om de financiële sector kleiner te krijgen. Nou, dat onderscheid moeten we overal gaan maken. Dan hoef je geen bank te laten omvallen, maar kun je wel onderdelen van banken misschien natuurlijk failliet laten gaan. Hè? Ten slotte, laten we bedrijven in de reële sector, laten we bij bosjes failliet gaan. Dan zeggen die halen nou eenmaal niet, heb je geen goed businessplan, dan kom je er niet. Dus we moeten op zoek naar een nieuw groeimodel. En dat betekent pijn. En dat betekent dat de oude zekerheden van pensioenfondsen bijvoorbeeld, van de rol van banken in het ondersteunen van onze levensstandaarden, dat moet allemaal opnieuw geëvalueerd worden. Dus in die zin hebben we wel reden om ons zorgen te maken. Want zo goed als we het hadden en zo makkelijk als we het hadden door al die schuld, zo goed krijgen we het niet meer.